Goedenavond, dames en heren. Welkom bij We Love Misses. Dit is de galaavond van Mr. Gay Belgium 2017. En naast mij staat uw nieuwe Mr. Gay Belgium, Jamie, de jongste van de hoop, maar een winnaar, een terechte winnaar, wat dat mij betreft. Amai. Wat gaat er door je heen? Van alles en nog wat. Er spoken van alle emoties. Ik ben geëmotioneerd. En goh, het dringt allemaal nog niet heel goed binnen. Dus ik denk dat het wel een paar weken gaat duren tegen dat ik echt wel besef wat er allemaal vanavond gebeurd is. Nu, je moet ook de vorige Mr. Gay Belgium Raf opvolgen. Dat is een ferme taak. Hoe ga je dat aanpakken? Kijk je er naar uit om daaraan te beginnen? Ik kijk daar zeker naar uit om eraan te beginnen. En wat dat Raf allemaal heeft gedaan, wat dat Raf allemaal heeft verwezenlijkt, dat is niet normaal gewoon. En het zal heel moeilijk worden om de Raf te overtoppen, maar we gaan er toch wel stekende best voor doen. We kunnen het ook natuurlijk zien als een mooi voorbeeld om te volgen, zeker, natuurlijk. Raf is de voorbije periode echt wel een boegbeeld geweest voor mij. Heel veel geleerd van hem, heel veel tips van hem gekregen. En het is mede dankzij zijn tips dat het gelukt is vandaag. Nu, je top 3 wordt ook vervolledigd door Gerrit en Injas. Ben je daar blij mee? Ik ben super trots op hem. Ze hebben alle twee ook ijzersterke thema's gewoon. Ze hebben hun er ook helemaal gesmeed. En ik heb het hun er ook al gezegd. Ik ben heel trots, maar echt heel trots op hem. En maar niet alleen op hem, gewoon op alle finalisten. Ze hebben allemaal hun best gedaan. Ze hebben allemaal heel hard gewerkt naar deze moment. En ik ben apetrots op allemaal, echt waar. Wel, we gaan je even wat ademruimte geven voor alle emoties wat te laten bezinken. Dankjewel. Nog een dikke proficiat van ons allemaal en geniet van je jaar. Dat zal ik zeker doen. En u ook bedankt om te kijken. Dank u wel.